Een van de opmerkelijke aspecten van Van den Vos Reinaarden is dat de tekst wel een hoofdpersoon heeft, maar geen held waarmee het publiek zich kan identificeren. Het gedrag van Reinaard is namelijk problematisch. Hij liegt, bedriegt, moordt, verkracht en lijkt daar ook nog plezier in te hebben. In elk geval bespot hij geregeld zijn slachtoffers in hun ellende. Vanuit een puur moreel standpunt is zijn gedrag zonder meer verwerpelijk. Aan de andere kant wekken zijn slachtoffers over het algemeen ook weinig sympathie op vanwege hun eigen tekorten. Ze hebben hun ellende meestal over zichzelf afgeroepen, zij het dan onder enthousiaste aanmoediging van de vos. Bovendien is Reinaards gedrag uiterst vernuftig. Wat leidt tot komische situaties voor wie zich niet met zijn slachtoffers vereenzelvigt. Het is niet moeilijk om zijn slimheid te bewonderen. Reinaard is dus een dubbelzinnige figuur. Dit blijkt mooi uit de manier waarop hij afscheid neemt van zijn vrouw, voor hij met Grimbeert naar het hof gaat. Hij vraagt haar goed voor hun kinderen te zorgen. Hij zegt: "Vrouwe Hermeline, ik beveel u die kinderen minnen, dat gierwaal pleegt nu. Voor alle andere beveel ik u minnen zonen Reinaard dienen. Hem staan wel de gaardeline, in zine mulkine overal" Ik hoop dat Himi slachten zal. Hier is Rossel, een skone-dief. Die heb ik nog dan haardelief. Ja, als iemand ziene kinderen doet. In vertaling luidt dit: Zorg vooral goed voor Reinardien. Zijn snorhaartjes staan zo mooi op zijn snuitje. Ik hoop dat hij op mij zal lijken. En hier is Rosseel, een mooie boef. Van hem hou ik zoveel als men maar van kinderen kan houden. Hier spreekt een trotse en vertederde vader. Tot je bedenkt dat, als Reinaardien echt op zijn vader gaat lijken, hij. ook een misdadiger wordt. En dan wordt het scone dief waarmee Rosseel wordt gekarakteriseerd ook meteen een stuk minder onschuldig. In het verleden is deze ambiguïteit vaak genegeerd. Reinaard wordt dan helemaal positief of helemaal negatief voorgesteld. Hij is positief. Als goede huisvader, als voorloper van de moderne mens die zijn problemen op intellectuele wijze oplost, en van de burger die in opstand komt tegen het machtsmisbruik van adel en geestelijkheid. Hij is negatief als duivelse misleider en als veroorzaker van de ondergang van de orde in nobels rijk. Tegenwoordig accepteren onderzoekers die dubbelzinnigheid. Uiteindelijk is Reinaard een dier, iets wat de auteur ons niet laat vergeten. Maar ook zijn slachtoffers zijn dieren met hun eigen zwakheden. Waarschijnlijk is het juist het ongrijpbare karakter van Reinaard dat het succes van het verhaal verklaart. Dat in combinatie met de briljante wijze waarop het verhaal wordt verteld, is ongetwijfeld de reden dat het verhaal ook tegenwoordig nog als een meesterwerk wordt beschouwd.